Lone Star. I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Ik sta hier bij het werk van Jan Maarten Voskuil. Ik sta in zijn studio in Haarlem. En Jan Maarten Voskuil die maakt schilderijen, of beter gezegd, hij maakt objecten. Het zijn geschilderde linnen. Het is geschilderd linnen. Het is opgespannen op houten frames die hij verbuigt, waardoor het meer wordt dan een schilderij. Waardoor het eigenlijk sculpturen worden of architectonische ingrepen of objecten die zich in de ruimte gaan bewegen. Je ziet dat heel goed bijvoorbeeld bij een doek hierachter, waarbij de hoeken zijn omgebogen. En waardoor dat eigenlijk ook een soort van doek wordt wat ja, bijna te klein is voor zo'n houten frame. En doordat het zo buigt, wordt het echt een object wat zich in de ruimte gaat bewegen. Maar je ziet ook dat die doeken maakt die zich om een hoek heen bewegen, waarbij het eigenlijk een soort architectonische ingrepen worden, waarbij de ene muur met de andere verbonden wordt. De meeste werken van Jan Maarten zijn bestaan uit een witte achtergrond met een monochroom kleuroppervlak en nemen allerlei verschillende gedaantes aan. Us, even if the skies get rough, I'm giving you... Je werk is heel elementair. Het bestaat uit een aantal basisvormen, eigenlijk twee basisvormen, de vierkant en de cirkel. En je maakt gebruik van een beperkt aantal kleuren. Of het doek is helemaal wit of er zit één kleurvlak op. En je lijkt je met je werk te scharen in de traditie van de concrete en minimalistische kunst van de 20e eeuw. Hoe verhoud je je eigenlijk tot die traditie? Dat is eigenlijk op een dubbele wijze. In eerste instantie ben ik ook niet geïnspireerd door de minimalistische kunst. En ik ben als schilder... Als een realistische schilder begonnen, die zich veel meer liet leiden door schilderkunst uit de 19e eeuw, van de Haagse school. En een schilderkunst die ook een vrij beperkt kleurgebruik heeft, maar zich veel meer bezighoudt met de weergave van licht en met het schilderkunstige proces zelf. En ik ben eigenlijk heel naïef. Ben ik in de modernistische kunst terechtgekomen. In eerste instantie heb ik me daar eigenlijk juist een beetje tegen verzet. Ja, mijzelf ging storen aan het vertellen van verhalen op een doek. Of het laten die weergave van die werkelijkheid, maar eigenlijk alleen maar met het schilderen zelf bezig wilde zijn. Ja, ben ik steeds meer gaan reduceren in mijn werk. Steeds meer het verhaal eruit gaan brengen. Op een gegeven moment ben ik erachter gekomen dat ik het licht donker in mijn werk ook kon toevoegen door het doek ruimtelijk op te spannen. En dat is een beetje een eigen verhaal gaan leiden. En dat is na een aantal jaren heeft dat opgeleverd. Ja, het werk wat ik nu maak. En de loop der tijden ben ik mij wel steeds meer gaan verzoenen met de modernistische kunst. En is dat gaandeweg eigenlijk een inspiratiebron geworden. Hier staan we voor een werk wat lijkt alsof het is samengesteld uit 9 rechthoeken die aan elkaar geplakt zijn. Hoe kan dat zo ontstaan? Hoe maak je die vorm? Hoe werkt dat? Nou, aan de basis van dit werk staan niet rechthoeken, maar cirkels. Okay. Dus iedere vorm is een omgeklapte cirkel. Okay. Hiervoor heb ik een cirkel werken gemaakt, of een serie werken gemaakt, waarbij ik cirkels heb proberen om te klappen tot een vierkant. Yeah. In het Alphabet of City Colors is één werkje wat een vierkant is, maar als uitgevouwd een cirkel wordt. Ja. In dit geval kun je het beste zien aan het middenstuk. Dit middenstuk is een cirkel. Ja. Waarbij als je hem uitvouwt aan alle kanten. Als je hem plat, als je hem plat zou vouwen, je zou hem uitdrukken, dan zou het dan is zeg, de doorsnede, zeg maar de maximale breedte van de cirkel.
is even groot als dit werk, als je die als cirkel zou uitvouwen. Ja, ja. Ja. En dit werk als je die als cirkel zou uitvouwen. Dus het zijn 9 gelijke cirkels als het in de dat basis. Is de basis van het werk. De lengte van de platte delen, ja. Dat is de lengte van het cirkeldeel, maar dan plat gedrukt. Ja. Als ik de cirkel opklap tot een vierkant, dan betekent dat hoe ik ook bouw, je krijgt altijd een vierkant of een rechthoek. Maar nu heb ik de cirkel opgedeeld in 4 ongelijke delen. In dit geval 1 van 30 centimeter, 1 van 35, 1 van 40 en 1 van 45 centimeter. Ik krijg nooit een perfecte rechthoek. Daarna moet ik een werk, een nieuwe module maken die daar wel precies op past. Dus dat betekent dat ik een cirkeldeel moet hebben wat even groot is. Dus heb ik er nog maar 3 over. Dan moet ik weer een intuïtieve keuze maken. Welk deel zet ik dan hier en welke zet ik daar en welke zet ik daar. En dan vervolgens moet ik ook kiezen van ja, en hoe zet ik dat dan op? Maar laat ik het die kant op verlopen of laat ik het die kant op? Dus heb je een bepaalde keuze. Maar als ik eenmaal een keuze heb gemaakt, dan moeten die andere 2 delen, die volgen dan vanzelf. Dat kan niet anders, die passen maar op 1 manier. En eigenlijk wat je dan doet, is met beperkte middelen kleien. Ah. Eigenlijk klei ik als het ware de vorm in een, ja. Probeer ik hem te, in een bepaalde vorm te duwen. Nou ja, en ik besef mij ook dat die dynamic monochromes meer lijken op werk wat ik vroeger maakte dan ooit eigenlijk. Dus jij kan dan hier, dit is een muurschildering die ik in 1997 heb gemaakt. En dat is een gecapitoneerde wand. En eigenlijk denk ik van, ik ben nog geen steek opgeschoten.